Hallo allemaal, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over hoe kan je omgaan met een gebroken hart als je relatie uit is. Hoe kan je daar vanuit daar, hoe kan je weer je hart genezen en hoe kan je proberen bovenop te komen en jezelf niet helemaal te verliezen in deze emoties en deze achtbaan van emoties. Wat ik begrijp, als je hierin zit, als het net uit is in je relatie, dan kan je misschien helemaal alleen voelen. En dan kan je misschien denken van, ja, ik zie God niet hierin. Ik weet niet meer wat mijn doel voor mijn leven is. En je kan je misschien heel erg down voelen, heel erg eenzaam en heel erg verloren in de wereld. En ja, heel erg alleen. Dus daarom dacht ik, ik maak dit filmpje en ik hoop dat ik jullie hier hoop kan geven en misschien wat tips kan geven van hoe je uit deze, hoe je van deze moeilijke tijd toch wel een hele mooie tijd kunt hebben en om God te verdiepen en hem ook zo, en ook zo te begrijpen van wat Gods plan is met deze pijn die jij nu allemaal, waar je allemaal in zit. Zoals gewoonlijk wil ik jullie altijd een kleine getuigenis geven. Dus niet omdat ik zo graag over mijzelf wil praten en die behoefte heb om alles te delen. Ik ben in mijn dagelijks leven super persoonlijk persoon. Dus ik deel eigenlijk, ben heel erg, ik deel niet zo gauw iets wat heel erg persoonlijk is bij mij. Omdat ik dat graag gewoon voor mezelf hou en tussen mij en God hou. Wat ik realiseer me toen ik een paar filmpjes van mijzelf keek de laatste tijd, dacht ik van, wow, Christine, je hebt al super veel gedeeld. Ik herken je bijna helemaal niet meer. Maar de reden is waarom ik dat doe, is ik hoop dat ik wil nooit dat er iemand is die denkt van, och, ik ben de enige die dat doormaakt. Of ik weet niet hoe ik hierover, ik weet niet hoe ik hier doorheen moet komen. Dus de reden waarom ik het allemaal met jullie deel, is dat jullie weten dat ik het ook heb meegemaakt. En dat ik er ook ben doorgekomen. En als ik er door kan komen, dan kan jij er ook doorkomen. Dus ik hoop dat mijn getuigenis jullie hoop kan geven. Van als God het voor mij heeft gedaan, dat dit bij jou ook kan doen. Dus laat ik beginnen. Een paar jaar geleden heb ik. Een paar jaar geleden ben ik ook door een hele moeilijke break-up gegaan. Omdat het een relatie die beëindigd is. Het was voor mij heel erg moeilijk. Het was denk ik een van de moeilijkste dingen waar ik ooit ben door, die ik ooit heb meegemaakt. Ook omdat ik op dat moment was het niet mijn keuze om deze relatie te beëindigen. Dus het was gewoon heel erg pijnlijk. Maar ik denk sowieso dat het niet uitmaakt of jij het uit hebt gemaakt of zij het uit heeft gemaakt. Want we hebben altijd één ding gemeen. We zitten allemaal met een gebroken hart. Maar het was meer dat, het was niet dat hij het had uitgemaakt of zo. Maar het was meer dat ik gewoon niet wilde dat deze relatie zou beëindigen. Want ik dacht dat dit misschien wel de ware was. Ik dacht gewoon dat dit het gewoon was voor mij. Dus ik dacht. En toen het ook uit was, bleef ik ook maar malen. Mijn gedachten. Want ik ging alles door. Elke seconde van de relatie. Had ik misschien dit kunnen doen? Had ik misschien dit kunnen doen? Dus ik begon heel erg aan mezelf te twijfelen. En daardoor was ik mezelf ook heel erg verloren in die tijd. En ik denk, als we iets meemaken, weet je, grotere veranderingen in ons leven verandert ons altijd. Dus als iets groots in ons leven gebeurt, een pijnlijke situatie, dan verandert ons. Dat is gewoon normaal, dat is heel menselijk, dat is misschien ook iets heel goeds. Dus als je misschien een familielid verliest, of je baan, of je bedrijf, of je huis, of je geliefde, dan verandert je gewoon als mens. Maar ik denk, het kan je beter maken, of het kan je... Ik kon heel erg bitter maken. Bij mij was het dat ik, jammer genoeg, dat ik heel erg bitter van was geworden. Wat ik in het begin toen uit was, dat ik meer zo overleven modus. Ik dacht, ik ga gewoon door. En doe net of het niet gebeurd is. Dus ik ging gewoon door met mijn leven. En ik merkte dat ik ook op bepaalde vlakken ook heel erg gevoelloos was geworden. En dat het op... En
Ja, en dat ik daardoor ook mezelf ook kwijt was geraakt. Want ik ben helemaal niet gevoelloos. Of ik ben helemaal niet zo hard. En dat ik... En dat het op andere manieren er wel uitkwam. Dus toen heb ik allemaal heel veel andere dingen geprobeerd om eroverheen te komen. Maar het lukte mij niet. Ik bleef eigenlijk heel erg droevig en heel erg verdrietig erover. En ik kon er eigenlijk niet over praten zonder dat ik echt een tranen schoot. En elke keer dat ik dacht van zo jammer dat deze relatie eigenlijk voorbij is. Dat is eigenlijk wat ik altijd voelde in mijn hart. Van zo jammer dat dit voorbij is. Zo jammer. Maar ik had altijd het gevoel dat ik in controle daarover was. Maar toen ik me bedacht van, ik ben hier helemaal niet in controle over. God is in controle over mijn leven. En als God dacht dat deze relatie goed voor mij was, of als deze persoon bij mij hoorde, dan had God deze persoon niet bij mij weggenomen. Maar het was op een dag dat ik een preek hoorde, wat eigenlijk alles voor mij veranderde. Op een dag hoorde ik een preek van een priester die zei van, als je 1 jaar de rozenkrans voor een bijzondere intentie bidt die je hebt, dan kan moeder Maria jou daarvan helpen. Toen dacht ik, dit is het voor mij, dit is het. Ik had wel eens de rozenkrans gebeden in de kerk. Bij ons in de kerk had je 2 keer per week een rozenkrans gebed na de mis, dus dat bad ik. En ik bad voor af en toe zelf de rozenkrans. Dus het was niet een heel nieuw gebed voor mij. Maar wat wel nieuw was voor mij, om mij dagelijks de rozenkrans te bidden. Om echt een dagelijkse routine te laten worden. En ook om het echt iets voor mij te laten worden. Dus het woord zou dus 1 jaar van mijn leven zou ik dit gebed doen voor 1 jaar, elke dag. Dus het was wel een commitment die ik wel aanging. Maar ik dacht, maar ik heb er alles voor over. Dus ik ga het gewoon proberen. En die priester zei van, moeder Maria heeft beloofd, als je 1 jaar de rozenkrans bidt, dat je die zonde of die gebedspuntje wat je hebt, als je daar niet vanaf bent, dus je komt er zeker vanaf. Dus of je gaat van je geloof af, of je gaat van die zonde af. Dus ik dacht, als moeder Maria het zegt, dan ga ik het doen. Dus ik heb dus mijn rozenkrans, dat is een zakje. Dus ik ben toen gaan bidden, dus een hele rozenkrans. Ik doe eigenlijk over een hele rozenkrans doe ik 3 kwartier. 40 minuutjes. En ik ben begonnen met een begin, elk tientje van die rozenkrans voor de jongen te bidden. En dan die andere rozenkrans was dus het andere tientje voor mijn gebroken hart. En andere tientje was voor mijn verdriet en bla 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 bla. Maar op een gegeven moment ervaarde ik zo'n rust en zo'n genezing dat ik niet uit kan leggen. Het is echt een mysterie van het geloof. Dat ik eigenlijk niet meer die eerste tientje voor hem bid, maar dat ik nu andere intenties heb. Dus ik bid nog steeds elke dag de rozenkrans, met dus niet meer verbonden met hem en met zijn, met hem en met wat gebeurt. Want ik voel het ook niet meer fijn om elke keer dat zo te halen. Ik dacht, ik moet er gewoon los van en anders blijf ik in die cirkel. Dus dat heeft me echt heel goed geholpen. Dus ik raad jullie ook aan, als je iets hebt van bid de rozenkrans. Dus net of elk weesje groetje, kijk, het is ook elke, je ziet ook zo'n kraal. Elk weesje groetje eigenlijk kan je ook zien als een tablet, als een soort paracetamol. Dat je hart geneest. Ik kan niet uitleggen. Ik denk dat niemand het uitlegt. Dat is, zoals ik net al zei, dat is een mysterie van het geloof. Maar dit is echt het beste wondermedicijn. En ik weet nog heel goed, toen ik in een wereldjongerendagen was in Madrid, had de paus, die gaf ons zo'n klein doosje. En in het doosje stond de beste medicijn. En in het doosje zat een rozenkrans. En er zat een bijschrijving. En die zat een bijschrijving, jammer genoeg heb ik het niet meer. De bijschrijving stond van, wat voor werking het heeft elk weefse groetje. Elk weefse groet, hoe genezend dat kan zijn voor je hart. Dus ik raad jullie echt aan, als je iets hebt en je komt er zelf niet uit, pak je rozenkrans. Wat mij ook heel erg had geholpen, in die tijd, was een Bijbelvers. Ja, wat zo mooi is aan de Bijbel,
dingen uit de Bijbel lees je elk jaar anders. Als je verdrietig bent, kan je Bijbel je troosten. Als je heel veel vreugde hebt, dan haal je er misschien nog meer vreugde uit. En dan kan je het echt van lof prijzen. En ik kan echt, kun je echt God danken voor alles wat hij heeft gedaan voor jou. Aan het leven van de mensen om je heen. Als je geen hoop hebt, kan je hoop uit de Bijbel krijgen. Als je het niet meer weet, kan je een woord van wijsheid krijgen. Dus de Bijbel is echt een heel groot cadeau wat God ons heeft gegeven. En waar we eigenlijk alle vragen uit kunnen vinden. En er was een stuk van de Bijbel dat me heel erg heeft geraakt. Wat ik echt al honderden keren heb gehoord, gelezen. Maar dat is mooi aan de Bijbel. Elke keer lees je het weer anders. En er was een stuk van Job. Dat is vers 6. Tot vers 12. Er staat van. Ik ga het trouwens niet helemaal voorlezen. Er staat in dat. Voor degenen die het kennen. Voor degenen die het niet kennen. Ik zal de Bijbelvers bij de commentaar onder zetten. Staat in dat God tegen de duivel zegt. Zie je mijn dienaar Job. Hij is zo goed bezig. Hij is echt een man van God. Hij is heel erg trouw aan zijn geloof. Hij is een goede vader. Hij is een goede man. Hij is goed voor zijn vrienden. Hij is goed voor zijn werknemers. De duivel had gezegd tegen God. Ja, tuurlijk is hij heel goed bezig. Want moet je kijken hoe je hem gezegend hebt. Je hebt hem alles gegeven. Tuurlijk kan Job niks anders doen dan jou danken. Tuurlijk. Als jij zo goed voor hem bent, wat heeft hij dan nog te klagen? En dan zegt de duivel tegen God, maar wacht maar, als jij alles van hem afneemt, moet je kijken hoe Job zou veranderen en hoe hij jou de rug zou keren. Dus dan zegt God, goed, omdat prima, doe maar. Neem alles maar van Job, maar omdat God wist, weet je, God kent ons. God kende Job, zoals hij jou kent, mij kent, hem kent, haar kent. God had vertrouwen in Job, dus God kende Job. En God wist waar zijn geloof op gebaseerd was. Geloof van Job. En het geloof van Job was niet gebaseerd op zijn rijkdom, op bevestiging van zijn naasten. God wist dat de relatie die Job had met God, dat die echt was. Dus daarom zei God tegen de duivel, prima, je mag alles van Job nemen. Maar wat God tegen Job zei, dat is iets heel, heel interessant. Neem alles van Job, maar je raakt hem met geen vinger aan, want Job is van mij. En ik wil dat je weet dat God ook, misschien denk je die jongen of de meisje waar je heel van niet, die is van mij weg. Maar ik wil dat je weet dat God ook met de duivel ook zo over jou praat. Laten we zeggen, ik neem een voorbeeld na van Brenda. Van prima, neem een vriend maar van Brenda af. Of neem haar baan, of haar werk, of haar geld, of haar huis. Neem alles van haar weg. Maar je komt niet aan haar, want zij is mijn dochter. Dus ik wil dat je weet dat God ook zo met jou praat. Dat God onzichtbaar altijd bij jou is. Dat God zich niet laat overkomen wat hij niet denkt dat jij niet aan kan. Dat God geeft jou niet meer dan wat jij aan kan. Dus ik begrijp dat je misschien in deze moment heel erg verdrietig bent. Helemaal misschien even de weg kwijt bent. Prima. Helemaal goed. Mijn advies is kom door deze tijd heen. Maar kijk niet meer achterom, want je kan niks meer uit het verleden halen, want dat is dood. Dus, het verleden moet je net zien als een graf. Weet je, als je het in een graf hebt gedaan, dan kan je ook niet meer de grafkist openmaken en de dingen uit halen. Want dat stinkt misschien, het is oud, het is in het verleden. Het is ook niet voor niets dat we ook niet meer achteruit kunnen rennen. We kunnen alleen maar vooruit rennen. Waarom kunnen we niet achteruit rennen? Omdat er niks te halen valt. Er valt niks te halen in het verleden. Dus probeer te focussen op de toekomst. En te focussen op dat God een God is van leven. En er is geen leven in het verleden. Er is alleen maar toekomst en hier en nu. En wat mij ook heel erg heeft geholpen is een quote van de heilige Theresia van Avila.
Zij schreef in haar boek van, dat er meer tranen worden gelaten over beantwoorde gebeden dan over onbeantwoorde gebeden. Ik had deze quote, ik vond het zo mooi, ik had het met mijn gebedsboek geschreven. Dus misschien zit jij in een fase nu waar je misschien niet kan bidden of niet tegen God kan praten. Dat je eigenlijk heel emotioneel bent. Dus dat je eigenlijk alleen maar, ik heb ook de tijd gehad dat ik eigenlijk alleen maar kon huilen. Maar dat is helemaal prima. Zelfs jouw tranen zijn een vorm van gebed. En onthoud dat er worden meer tranen gelaten dat mensen dankbaar zijn als ze God danken voor... God danken, dan dat mensen tranen laten omdat ze om dingen die ze niet hebben gekregen. Dus dit is ook gewoon een fase van deze emotionele fase waar je in zit, is ook gewoon een fase in jouw leven. En wat ik net zei over het verleden, ik denk dat het heel belangrijk is nu in deze tijd waar je zit, is heel erg kwetsbaar. Je moet weten dat je een hele kwetsbare periode bent in je leven. Dus omdat je zo kwetsbaar bent, raad ik je ook aan om geen dingen te doen. Om niet liefde te zoeken op de verkeerde plek. Dit is een tijd die je eigenlijk niet investeren moet in jezelf. Dus daarom raad ik je aan, nogmaals aan. Ik weet dat ik nu 2 of 3 keer het aan heb geraden om dit boek te kopen. Die heet Bidden voor je toekomstige man. Ik denk dat het heel goed kan helpen. Want dan ben je bezig met de toekomst. Dan ben je bezig met Gods belofte voor jou voor de toekomst. Dan ben je bezig met Gods woord dat leeft. Dan ben je bezig met Gods plan voor jouw leven. Dan ben je bezig voor jouw toekomstige man. Jouw toekomstige man. Dus dan zit je niet in nu. En dan ben je bezig met jezelf. Dus je bent een bidden voor je toekomstige man. Maar als je bidt voor je toekomstige man, ben je ook bidden voor jouw eigen hart. Dat je hart ook klaar kan zijn voor deze nieuwe relatie. En wat heel erg fijn aan dit boek is, dat er ook heel veel... Kijk maar. Dus er zijn ook heel veel vragen in. Bijvoorbeeld hier van... wat zijn mijn gedachten dat mijn toekomstige man nu voor mij aan het bidden is? En dan kan je dat hier opschrijven. Maar ik schrijf niet in het boek, ik schrijf in mijn gebedenboekje. Omdat er niet zoveel plek is en ik kan niet zo... En ik schrijf best wel groot. En er staan ook heel veel vragen in van... Hoe denk jij er nu over? Oh, dit vind ik een hele mooie vraag. Wat zijn jouw gedachten over dat jouw toekomstige man nu een relatie heeft met iemand anders? En deze gedachte, maakt het jouw verlangen dan groter om voor hem te bidden? Dus er zijn van heel veel vragen die echt heel erg aan het denken zetten over jouw toekomst, met jouw toekomstige man en over Gods belofte voor jouw leven. Dus het is echt een aanrader. En wat ook echt een aanrader is dit boek. Het heet Idols of the Heart. En Learning to Learning Only for God. Het zijn wel Engelse boeken. Maar ja, ik denk dat ons Engels is volgens mij eigenlijk allemaal goed. Hè? Dat moet eigenlijk geen probleem zijn. En in dit boek, net als het andere boek, staan er ook allemaal vragen in. Dus het is ook heel erg... Dit boek leert je heel veel. Want vaak maken we van een relatie maakt een idool. Dus misschien maak je van de jongen of van het meisje waar je mee hebt gehad. Een echte idool van ja, zij was alles en alles was perfect in diegene. Maar we moeten leren om te kijken van proberen we hem te dienen of haar te dienen. Of proberen we God te dienen. Dus je moet weten dat die relatie waar je in zit... Misschien met Jasper. Dat Jasper jou niet... Jasper kan niet voldoen aan al jouw behoeftes. Dat kan alleen maar God. Dus het doel van dit boek is dat je ogen niet meer gericht zijn op Jasper, op die relatie. Maar dat je ogen leren gericht zijn op God. En leren om echt van God te houden. En te leren van waar jouw valkuilen zitten. En waarvan jij idolen maakt. En je hebt ook hele mooie vragen hierin. En er staat in... bijvoorbeeld de vraag van... Als jij tijd met God doorbrengt. Vraag je hem dan ook om te vragen of die jou wil laten begrijpen waarom de 10 geboden zo
zo belangrijk zijn. En waarom het zo belangrijk is om daarna te handelen. Dus vraag ook van, vraag je dat ook aan God? En wat ik een hele mooie vraag vond van wat wil jij nog meer dan heilig zijn? Dat is denk ik binnen in een van de laatste pagina's. En dat was een vraag die was echt van mij binnenkomen. Want ik dacht, want eigenlijk mijn eerste intentie was van op de antwoord van wat wil je nog meer dan heilig zijn? Dacht ik wil die relatie terug, ik wil hem terug. Maar dacht ik van, maar dan leer je echt van... leren om echt alleen maar naar God te verlangen. Dacht ik wil meer die relatie terug dan heilig zijn en bij God horen. Dus toen dacht ik van, nee, ik moet echt mijn hart echt schoonmaken. En hoe kan je hart het beste schoonmaken? Dus om heel veel tijd met God door te brengen. Je kan het zien van, als je heel veel tijd met God doorbrengt, dan maakt God je lichter. En dan... omdat God ons zo goed kent, dus om je hart schoon te maken, is het heel fijn, je hoeft niks ingewikkelds te doen. Je klinkt misschien heel erg ingewikkeld van om je hart schoon te maken, maar het is eigenlijk om gewoon bij God te zijn en gewoon te vragen wat God wilt voor jou en hoe jij je eigen dingen kan loslaten. Want het kan niet dat jij het vasthoudt en dat God het... Dat je het vasthoudt, kan God het niet overnemen. Dus het is meer dan dat je zegt van... Ja, God, hier is het. Hier is het. En ik vertrouw jou daarbij. En ik haal mijn vreugde ook... Ik zoek niet meer mijn vreugde in de wereld. Misschien van mijn vrienden. Misschien van social media. Van jongens. Nee, ik zoek mijn vreugde niet meer bij de mensen. Maar ik zoek het bij u. Ik weet wie ik ben en ik ben uw kind. En ik weet dat jij een plan hebt voor mijn leven. Ik weet zoals jij dat bij Job heeft gedaan. Dat jij dat bij mij ook kan doen. En ik weet dat je mij niet alleen laat. Ik weet, ik zie je niet. Ik voel je niet. Maar ik geloof. En hoe meer je die dingen tegen jezelf zegt. Hoe lichter je wordt. En dan bedoel ik met schoonmaken. Dat je misschien eigenlijk al die dingen die je misschien zelf dacht. Of die je misschien zelf wou. Dat je het misschien gewoon kan loslaten. Dan kan er misschien tijd komen voor God. En voor Gods plan. En voor Gods woorden in jouw leven. En voor Gods visie in jouw leven. En wat mij ook heel erg geholpen is. Of om de Youth Kit te kopen. Dat is een jongerenbijbel. Met de voorpagina's geschreven door de paus. En dus met heel veel mooie getuigenissen ook. Dat is wat ik heel erg fijn aan vind. En ik denk, hoe meer we ons vervullen met het woord van God, met de belofte van God, hoe meer hoop we krijgen. Dus het is net als je, ik weet nog bij mijzelf dat ik me heel erg, dat ik me gewoon heel erg, dat ik wat ik zei, dat ik vaas had, dat ik best wel bitter was geworden. En dat ik het misschien even niet meer zag. En dat ik misschien een beetje gevoelloos was geworden. En als je het woord van God leeft, het geeft je zoveel hoop. En het geeft je zoveel hoop. En het maakt je zo geliefd. Dat je denkt van, oh God. Dan zie je van hoe God eigenlijk alles al heeft gepland in je leven. En het helpt je ook om dingen los te laten. Dat je denkt van, ik weet dat God in controle is in mijn leven. Hij heeft het bij zoveel andere mensen gedaan. Dus dan zou hij het bij mij ook doen. En het is ook om te focussen op wat God wilt voor jou. Niet wat jij wilt. Niet wat jouw moeder wilt. Niet wat jouw buurvrouw voor jou wilt. Jouw juf. Jouw vader. Nee, wat wilt God in jouw leven? En hoe kan jij God daarbij helpen? En jij kan God je daarbij helpen om jezelf te voelen. Om de Bijbel te gaan lezen. Probeer elke dag naar de kerk te gaan als je kan. Probeer elke dag naar de aanbidding te gaan. En als er geen aanbidding is, dan ga je gewoon in de kerk zitten. En zeg je, God, hier ben ik. Ik vertrouw jou mijn leven toe. Laat me zien hoe ik jou kan helpen, God. Zeg deze simpele dingen. En hoe meer je met God begint te praten, hoe vrij je wordt van jezelf. En het is net of je jezelf ook bevrijdt van al die dingen die jij moet doen. Je hoeft niks te doen. Het is niet dat je harder moet werken of harde dingen moet doen. Nee, het enige wat jij moet doen is God te vertrouwen. God te vertrouwen. En het is ook een andere hele mooie quote die ik heb gehoord van... Ren niet naar je telefoon. Is in Engels...
Don't run to your phone, but go to the throne. En de vertaling is van, ren niet naar je, ren niet naar je telefoon, maar ren naar de throne. Ren eens eigenlijk naar de kerk. Dus als je wat te zeggen hebt, en tuurlijk mag je af en toe je vrienden bellen. Maar probeer het gewoon voor een tijdje. Van, als je denkt, oh, er komt een gedachte om op die ik wil delen. Weet je wat, ik bel niet Simone vandaag. Maar weet je wie ik bel? Ik bel moeder Maria. Ik bid een tientje van de rozenkrans. Oh, er komt een andere gedachte om. Weet je wat? Ik ga niet Joshua bellen. Ik ga Jezus Christus bellen. Ik zeg, Jezus, deze gedachten komen om me op. Wat moet ik hiermee? Dit doet mij pijn. Deze herinnering laat mij niet los. Deze pijnlijke gedachte laat mij niet los. Of dezegene doet mij pijn of valt mij lastig. Of ik weet niet wat er allemaal in je is. Maak God je beste vriend, zodat je eigenlijk alles met hem kan delen. Nou, ik laat het hierbij en ik zie jullie volgende week.